Mo, ik stel me zo voor dat jij vroeger altijd heel veel pleintjes hebt gespeeld. Ja, zeker. Ik denk vooral toen ik wat jonger was. We hebben zelf ook een Johan Cruijff Court bij ons in de buurt. En tot op een bepaalde leeftijd natuurlijk, wanneer je wat ouder wordt. Zodat je geen blessures gaat forceren. Maar ik heb zeker op pleintjes gevoetbald. We staan met Mo El Hankouri op het Johan Cruijff Court in de wijk Corpus den Hoorn in Groningen. De aanvaller uit Rotterdam voelt zich als een vis in het water op het voetbalplein. Ik denk dat je daar ook echt dingen leert. Zoals bijvoorbeeld winnaarsmentaliteit. Je wil niet verliezen. Kleine ruimtes. Ik denk dat je daar wel echt dingen leert. Ja, en ook voor jezelf opkomen? Ja, zeker. Het gaat er soms best hard aan toe. En dan moet je wel voor jezelf opkomen natuurlijk. Ja, het is nu natuurlijk allemaal zakelijker. Je gaat niet onnodig trucjes doen. Alleen op sommige momenten moet je wel iets forceren met rendement. En ja, zo doe ik het nu. Voor het project Gezond Scoren van FC Groningen en de Maatschappij gooide El Hankouri onlangs wel de trucendoos open. Gezond Scoren is een project voor basisschoolkinderen, waarbij spelers van FC Groningen kinderen stimuleren om voldoende te bewegen en gezond te eten. El Hankouri moest voor het project een challenge uitvoeren. Zoveel mogelijk panna's uitdelen in de Herenstraat in Groningen. Het ging best wel makkelijk volgens mij. Veel panna's uitgedeeld, maar nee, dat was mooi. Ik vind het belangrijk om voor de kinderen, voor de jongeren iets te doen. Als ik daarbij kan helpen met zo'n filmpje, dan doe ik dat graag. Komende zondag mag El Hankouri weer serieus aan de bak als Sparta Rotterdam op bezoek komt in Groningen. De FC oefende in voorbereiding op dit seizoen al tegen de Rotterdammers en verloor toen met 4-2 van de huidige verrassende nummer 5 van de Eredivisie. Ja, Sparta heeft het goed gedaan, maar ik denk dat we gewoon moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten. En daar ben ik er zeker van overtuigd dat wij zondag hier gewoon 3 punten houden. Ken je ook wat jongens persoonlijk die bij Sparta spelen? Ja, Deroy Duarte en Laros, een beetje spelers van mijn eigen lichting dan. Waarmee ik vroeger heb gevoetbald of tegen gevoetbald. Vorige week oefende FC Groningen tegen de Duitse Preußen Münster. Een duel dat door FC Groningen met 2-1 werd gewonnen. Mo El Hankouri werd met een prima doelpunt matchwinner. Uiteraard doet hij komende zondag tegen Sparta graag weer hetzelfde. En wellicht kan hij dan ook weer een mooie passeeractie laten zien. Ik ben jouw tegenstander. Maar je gaat mij passeren. Wat ga je dan doen? Dan doe ik de bekende schaar. En dan ga ik weg. Okay. Het hoeft allemaal niet zoveel. Als je maar je man voorbij komt, is het belangrijkste. Ja. En heb je nou nog iets anders? Is dat soms ook puur op gevoel? Ja, meestal is het op gevoel. Je gaat niet van tevoren dingen bedenken om uit te voeren. Dus meestal is het wel op gevoel. Okay. Ja. Kun je nog wat laten zien? Ja hoor. Dat gaat wel heel snel. Ja. Op snelheid. Ja, ja. Zeg, nou, zeg mijn vader altijd. Wat zei je vader altijd? Op snelheid je acties uitvoeren. Ja. Dat is het moeilijkste voor een tegenstander. Ja, precies. Ja, ja. Maar goed, ik kan me ook heel goed voorstellen als je 3 tegenstanders tegenover je hebt staan. Ja, maar dan haal je de bal eruit. Ja. Het is niet verstandig om dan nog een actie te maken. Nee, precies. Nee. Komende zondag, die wedstrijd tegen Sparta. Ik stel me voor, assist en een doelpunt. Ik hoop het. Dat lijkt me wel wat. Ja, zeker. Is goed.